Herman van Kam, 10 jaar. We hebben namens de vereniging Oud Leiden, de Stichting Dodenherdenking en de Stichting Jodenvervolging de kinderen uit de wijk van de Jozefschool uitgenodigd om hier de namen voor te lezen van de 51 kinderen die vandaag 79 jaar geleden hier zijn weggevoerd. We staan voor het Joods Weeshuis en zowel de kinderen als hun begeleiders zijn toen allemaal door de Leidse politie in opdracht van de bezetter in busjes afgevoerd naar Westerbork. En de meeste van hen zijn uiteindelijk in Sobibor omgekomen. Nou, er zijn mensen weggevoerd, vooral kinderen. En dat is heel erg, zeg maar, ja, hoe heet dat, schokkend om te horen als het gewoon echt is gebeurd. De oorlog was heel wreed. Het is maar dat je het weet. Zoveel mensen deden mee aan het gevecht. Maar wat wonnen ze daarmee nou eigenlijk echt? Een vriend van mijn opa vond een keer een granaat. Helaas ontplofte die en was die vriend al te laat. Op een boerderij van mijn oma woonden Duitse soldaten. Die gaven mijn oma chocola. Dat konden ze niet laten. Oorlog is maar raar. Ik snap niet waarom het nog nodig is. Alsof het de een veel beter dan de ander is. Je hebt dit zelf geschreven? Ja. Waar gaat het over als je het in je eigen woorden moet vertellen? Ja, over de Tweede Wereldoorlog die gewoon... Ja, het is zielig dat al die Joodse mensen door de Duitsers zijn weggevoerd en zijn overleden. Dat leek ons een mooi Joods gebruik. Wij leggen vaak bloemen neer. Maar een steen meenemen is in het Jodendom een mooi gebruik om iemand te herdenken. Een steen blijft, die verwelkt niet. Dus als je op een graf een steen neerlegt, dan kun je laten zien dat er nog steeds mensen zijn die aan de overledenen denken. Nou, we hebben geen graf van de kinderen die zijn weggevoerd. Maar deze koffer hier symboliseert het vertrek van de kinderen. En zo gebruiken we de koffer als herinneringsplaats.